Ik ben Hans van Haasbroek uit Merelbeke en mijn favoriete plekje is het einde van de watersportbaan dicht bij het centrum van Gent. Even buiten het toeristisch centrum en in de onmiddellijke nabijheid van het sport- en recreatiecentrum De Blaarmeerse vind je de watersportbaan. Die werd begin jaren 50 aangelegd met het oog op de Europese roeikampioenschappen. Een halve eeuw later komt Hans hier vooral genieten van het uitzicht. Ik kom hier 's avonds altijd met mijn kinderen naar de zon kijken. Het is hier heel rustig en in bepaalde tijdstippen van het jaar, half april en half augustus, gaat de zon zelfs onder, loodrecht boven de watersportbaan en dat is echt een ongekend spektakel. Achter de bank, waar dus een perfect zicht hebt op de ondergaande zon, staat er een speciale boom. Ik denk dat het een exotische boom is. Maar daar groeien zo van die lange bonen aan. En de kinderen spelen daar graag mee. En dat is toch ook wel een bijzondere ervaring daar samen een beetje mee te spelen. Er zijn hier wandelaars langs de promenade. Er zijn roeiers, er zijn lopers rond de watersportbaan. Er zitten mensen op de banken. En eigenlijk is het een beetje spijtig dat dit plekje niet beter gekend is, zo dicht bij de stad.